Er was eens, helemaal nog niet zo lang geleden, een depressieve interieurverzorgster. Haar naam is Doortje. Door haar lusteloze uitstraling werd ze al snel Duffe Doortje genoemd. Thuis was Doortje een nakomelingetje, maar ze werd niet al zodanig vertroeteld. Als lelijk kindje werd ze weggeschoven. En op school ging het al niet veel beter. Haar romantische overpeinzingen spatten steeds als zeepbellen uiteen. Het lijkt alsof ze niet bestaat. Desondanks kwijt ze zich liefdevol van haar taak. Is haar hart niet van goud? Koopt ze geen snoepjes voor de katten? En neemt zij niet wekelijks bloemen mee voor haar baas? Op een dag, als ze voor de duizendste keer de antieke bloemenvaas poetst, gebeurt er iets wonderlijks. Heb je wel genoeg gepoetst? Het water begint er al bijna vlot te koken. Vertel eens, wat maakt je zo droevig? Ach, de wereld is één groot feest. Maar ik word nooit gevraagd. Geen man wil ooit met mij dansen, terwijl het bloed me in de aderen kriebelt. Jij gaat naar de Loire. Daar zul je wel leren feesten. We hebben al een blind date voor je geregeld. Morgenavond, 10 uur voor de Notre Dame. Hier heb je een tijdmachine. Wat een mooi horloge. Nee, een tijdmachine. Maar verknap het aan niemand, anders doet hij het niet meer. My God, Parijs. Ik? Alleen? Verbouwereerd en als door een vreemde kracht gedreven, pakt Doortje haar koffer en neemt de trein naar Parijs. Ze arriveert er al vroeg en begint aan een hele mooie wandeling. In de Saint-Chapelle gaapt een brutale Parisienne Doortje ongegeneerd aan. Jij mag ook nog eens naar de Loire. Qu'est-ce que vous dites, madame? Ja, praat er maar omheen. De stad is prachtig, maar toch wordt Doortjes geest door slechts één ding in beslag genomen. Een blind date. Het loopt al tegen 9. De duisternis treedt in, terwijl de lichtstad haar best doet haar naam eer aan te doen. Klokslag 10 uur komt Doortje bij de Notre Dame. En in de verte ziet ze me een knappe man. Daar is die. Denkt ze. Dan begint haar horloge te piepen. Nerveus drukt ze op het knopje. Duizelig opent ze haar ogen en kijkt om zich heen. De auto's zijn weg. De huizen zijn anders geworden en ook de mensen zien er anders uit. Pardon, waar ben ik? In Parijs, madame. Weet u de tijd? Het sloeg juist 10 uur. Oh, sorry hoor, ik ben een tikkie geklutst. Moet kunnen, in 1588. 1588. Ah, bent u daar eindelijk? Juffrouw, wat heeft u een prachtige rechte rug. Nauwelijks bekomen van de vervreemdende verandering wordt Doortje wee van verlegenheid. Zo geprezen voelde zij zich nooit. Heb je mijn klokken al horen luiden? Ja hoor, meneer. Kom mee, dan zal ik je laten zien waar de knepel hangt. Op van de zenuwen, maar toch gecharmeerd, volgt Doortje de klokkenluider. Kom, kijk, daar hangt die. Oh, wat is die groot. Hoe krijg je die beweging? Duwen en trekken. Doe maar. Ja. Goed zo. Ik heb nog iets fijns voor je. Hier in mijn zakje. Deze bellen geven jeu aan de lellen. Oh. En ze maken dat je oren het feestgedruis van verre al kunnen horen. Nu al? Ons uur is om. Druk op het knopje, stond in de tijdfax. Je gaat naar Sully. Dag, liever.
Oh.